Dames en heren, wat ontzettend fijn dat jullie er allemaal zijn, dat het zo vol is. En wat ontzettend fijn dat dit orkest hier eindelijk staat. Want we zouden het afgelopen jaar afsluiten op 30 december met het ICP-orkest. Dat had ons echt de klap op de vuurpijl geleken. Om maar te refereren aan een heel ander festival wat ooit gehouden werd. Dat kon natuurlijk allemaal niet doorgaan. En nu eindelijk wel. Ze zijn helemaal compleet. Inclusief de drie T's. Tristan, Thomas en Toby. Die moesten worden ingevlogen uit respectievelijk Amerika en Duitsland. We mogen wel ontzettend blij zijn trouwens. Want het is eigenlijk toch wel te erg voor woorden dat het beste orkest ter wereld geen geld meer krijgt, geen subsidie meer krijgt van het Fonds voor de Podiumkunsten. Ik hoop dat ze nog heel lang blijven bestaan, maar het is financieel, wordt ze wel heel mogelijk gemaakt. Het is, als ze nog een keertje iets kunnen doen, dan horen we dat wel. Als gemeld, één lange set, ongeveer 70 minuten met de meest geweldige muziek van het meest geweldige orkest van Nederland en de rest van de wereld. Dames en heren, het ICP-orkest. Thank you.
Dank jullie wel, dames en heren. Wolter Wiebos. Wolter Wiebos. Wat we net voor u speelden is het stuk Monkey Woman van Sean Bergen. Van de prachtige cd die hij gemaakt heeft, Kids Mysteries. En wij gaan nu graag verder met een compositie die Ab Baars heeft gemaakt naar aanleiding van het werk van Charles Ives. En Tristan gaat de bijbehorende teksten voordragen. Heeft het nou een titel, Ab? Ook een titel? Where the sunflowers grow. Where the sunflowers grow. It's the first one. And then, rambling rake, yon horizon. Here, no, Tristan. Put that back. Oh. Put that back. Put that back. It's for your cello. Oh. Just at sunset, we laid him in the grave. Although a humble animal, his heart was true and brave. All the family solemn march and slow from the garden beneath the trees where the sunflowers grow. Thank you.
Except love. Vague to the mind, but real to the heart. Thank you.
point of yon horizon line, nearest the dear one on a foreign shore. Thank you.
Dames en heren, dit stuk dat heet Moeder aller oorlogen. Het is van Misha, hij heeft het geschreven ter gelegenheid van de Amerikaanse inval in Irak. En opgedragen aan Nebukadnezar. Ja. Ja. En voor mij persoonlijk is dit wel toch een favoriet stuk vanwege... zogenaamde pedaalgebruik in de bas. Zeg ik het goed, Guus? Zoals u heeft kunnen horen, het klinkt constant die grondtoon onderin dit stuk. Terwijl de harmonieën daarboven veranderen. Ook op een manier waarvan je zou zeggen, ja, daarmee komt de verhouding tussen de grondtoon en het akkoord erboven komt in het gedrang. En dat is een mooi procedé, vind ik zelf. Wij vinden dit bijvoorbeeld ook in het stuk van Misha Reef, van Reef en Knebus. Daar zit het ook in. En er zijn er nog een paar, maar die schieten me nou niet te binnen. Maar die houdt u te goed voor de volgende keer. En we gaan nu voor u spelen een compositie van Herbie Nichols. En dat is het prachtige 2300 Skidoo. Thank you.
Graag verder met de compositie van Misha met poëtische titel Bospaadje Konijnen.
Ik was toch vergeten om nog iets toe te lichten over dit stuk. Al, ik weet er niet zoveel van eigenlijk. Maar het is op dit partituurtje. Dit zijn, vijf stemmen, waarvan één ook stem, dus met tekst. Tekst is natuurlijk ook weer grappig. Bospaadje, konijnenrol. Wie? West-Europa. Nee, Zuid-Europa. Zo, kapper. Hier zit ik dan. Lekker warm zo tegen je aan. Moeilijk te lezen, heel kleine lettertjes. Oh, de tekst is van Wim. Wim T. Schippers. Dus waarvoor is het gemaakt dan? Voor een van de theaterstukken die wij plachten te doen 10 jaar achter elkaar in Mikkeli Theater. Ik dacht in Carré zaten jullie toch? Of nee, nee, sorry. Oh, nee, nou maar. In het Mikkeli Theater, ja. Op de Rozengracht. Ja. Te gek zeg. Ja. Nou, en het leuke ook daarvan is, maar dat komt dan later en dat zult u ongetwijfeld ook wel te horen en te zien krijgen, is dat met name dus Michael Moore is ongelooflijk hard bezig geweest om alle noten van muziek in te voeren en juist op papier te krijgen, want er komt een boek uit met bijna integraal alle muziek, nee, niet de klassieke composities, de grote niet, hè? Niet de orkestwerken. Maar in ieder geval, het is een heel belangrijk deel van zijn muziek wordt in het boek vastgelegd. En daar kijk ik nu al bijzonder naar uit en het wordt hartstikke mooi. En deze zal daar ook wel in zitten, denk ik, Michael. Uiteraard. Hè? Uiteraard. Nou, goed. Dus dat is iets voor u ook. Als u thuis denkt, achter de piano gezeten van, ik heb toch zin in iets anders. Dan kunt u uit het boek kunt u een stuk studeren. Ik vind het... Yes, het heet Misha Cosmos. En dat is net zo als met die cd-box die jullie destijds ook gekocht hebben. Deze is dan iets duurder, want het is drukwerk. Het is €500, maar dan heb je hem ook. Maar ik kijk er naar uit. Zullen we dan nu maar verder gaan met een groepje? Laten we het doen. Jij bent er ook bij. Nee, ik ben er niet bij. Oh nee, bij. Je bent er niet bij. Je bent alleen maar... Oh ja, nou, en dan, maar dan kondig ik meteen het stuk daarna aan, na het groepje. Dat is namelijk Heuvel op, Heuvel af. Ken ik de tekst niet van jij, Han? Heuvel op, Heuvel af. Ja, dat is de tekst, geloof ik, inderdaad. Het is Heuvel op. Nee, maar die zou ik ook kunnen bedaan. Oh, daar zit toch ook wat. Ja, het is leuke muziek, want het is eigenlijk dat stuk van daarnet. Ja, ik pak maar even de kans, want ik zit er ook maar een beetje achter. Het is gewoon ontzettend gezellig. Ja, eigenlijk is het bijna een soort variété muziek, vind ik het wel een beetje. Nou, ik vind het leuk. Ja, ik wou het even. Nou goed, daarna heuvel op, heuvel af. Ja. En dan zien we weer verder. Thank you.
Dankjewel, dames en heren. We gaan ons laatste stuk spelen. Maar niet voordat ik iedereen aan jullie voorgesteld heb. Ik begin nu eens even met jou, Guus, voordat het fout gaat. Dames en heren, Guus Jansen op de piano. Mary Oliver, viool altviool. Tristan Honzinger, violoncello. Ernst Klirem, contrabas. Walter Wiebos, trombone. Thomas Heberer, trompet. Appaars, tenorsaxofoon. Klarinet. Tobias Deus, klarinet saxofoon. Michael Moore, klarinet saxofoon. En de Nestor van het groepje, Han Benning. Als ik het goed heb, spelen we een stemmig stuk, de Baltimore Oriole. Ja, samba. Hè? Huh? Samba. Oh, we spelen de laatste stuk. Yes. Well, welke zullen we doen? De samba? Baltimore. Ja, joh. Oké. Okay.
Dank jullie wel. Wolter Weerbos. Tobias Delius. Thomas Heber. Appie Baars. Michael Moore. Ham. Ernst. Chris Oldringer. Mary Oldringer. Dank jullie wel, Petterij. Dank jullie wel.